groot netwerk aan Amerikaanse breedbandaanbieders blijkt gehackt door hackers die weer banden hebben met de Chinezen, zo meldt de Wall Street Journal. En die hackgroep, Salt Typhoon heet die, heeft waarschijnlijk ook toegang tot Amerikaanse overheidssystemen. En dat is nooit leuk, want daar staat natuurlijk altijd gevoelige informatie op en daar wil je geen Chinezen in hebben. We gaan erover praten met Menno Wij, techjurist bij BDO Legal. En hier in de studio, Menno, goedemorgen. Goedemorgen, Bas en Nina. Weten we precies wat er gehackt is? Nou, wat je zegt, het gaat om afluisterapparatuur van de Amerikaanse overheid. Ja. Ze zijn nog aan het zoeken of routers, Cisco routers, ook gehackt zijn. Dat is nog niet helemaal duidelijk, begreep ik. Dus wat ik ervan maak, is dat al het internetverkeer gepakt kan worden. Ja. Maar dan met name dus via afluisterapparatuur. Dus ja, dat gevoelig is. Dat is nogal gevoelig. Dat zou dus ook kunnen gaan om het afluisteren, zeg maar, in het kader van de staatsveiligheid van Amerika. Dus ik denk dat het vrij pittig is, eerlijk gezegd. Ja, want de Wall Street Journal zegt, ze hebben toegang gehad tot waterzuiveringsinstallaties. Nou, daar wil je niet van weten dat Chinezen er iets aan kunnen doen. Elektriciteitscentrales, vliegvelden. Ja. Dat gaat best ver, hè? Ja, het is best wel een beetje onderbelicht voor mijn gevoel. Dus ik heb nog even net zitten kijken voordat ik de studio inging. Ja. Dat wordt er gezegd, maar het oogt een beetje een standaard berichtje. Maar wat je zegt, dit gaat om serieuze dingen. Het is infrastructuur, hè, waar je in zit en kan afluisteren, wat je ook zegt. Ja. En maandenlang. Ja. Dus het is niet dat het eergisteren gebeurd is en dat ze het gisteren hebben ontdekt. Nee, ze hebben nu ontdekt dat maandenlang die groep, ook wel Famous Sparrow genoemd, heb ik net nog even gelezen, dat hij daarin heeft kunnen zitten. Dus ja, en wat je dan krijgt, dat schreef de Volkskrant nog, dat vond ik zelf ook wel saillant om het zo maar te zeggen. Op het moment dat je dus op zo'n manier, zeg maar, ja, internetverkeer kan oppakken, dan heb je kennelijk invloed op, zeg maar, de routing van het verkeer zelf. Dus wat zij schrijven is, je kunt misschien verkeer omleiden. Nou, je kunt misschien nog meer kwade software installeren. En vooral het omleiden van verkeer, ja, en daarmee dus misschien data aftappen, of dat is overigens onduidelijk, hè? Is data gegijzeld? Hebben ze het echt in handen? Ze zitten in ieder geval kennelijk op die afluistersystemen. Ja. Kunnen ze het ook beïnvloeden wellicht? Nou ja, dan ik denk als je kan dus reroute, wat je al zegt, je kan reroute, je kan zelf informatie aan toevoegen. Nou, dat denk ik dus. Yeah. Ik ben natuurlijk geen cybersecurity expert, ik ben een simpele jurist, zeg ik altijd. Maar als jij, zeg maar, internetverkeer zou kunnen beïnvloeden over, nou ja, hoe dat precies loopt, vooral dat omleiden van internetverkeer. Ja. Ja, als het dan even een afslag zou maken in China, dat vinden ze daar denk ik bijzonder interessant. Ja, ja. Ja, sterker als je het kan manipuleren. Hè? Zo'n hack inderdaad op een waterzuiveringsinstallatie, waarbij je ineens alle filters omdraait, ik noem maar wat. Of elektriciteitscentrales, die zet je even uit of laag. Of op vliegvelden laat je het verkeer gewoon volledig vastlopen. Dat kan ook allemaal, hè? Dat is eng. Ja, dat is heel eng. Ja. Ja, nee, maar los daarvan kan je ook dan echt afluisteren. Dus je ziet ook en hoort ook echt fysiek. Ja. Hoe gereageerd wordt en wat er gedaan wordt. Ja. Nee, ja, providers moeten meewerken aan verzoeken. Dat werkt in Nederland ook zo, tot afluisteren. Ja. En op het moment dat ze dan dus binnen weten te dringen bij justitie, waar mensen zitten af te luisteren en, nou ja, degene die afluistert wordt zelf ook afgeluisterd. Ja. Dan kan dat natuurlijk om heel gevoelige informatie gaan. Ja. Want je krijgt natuurlijk niet zomaar, omdat je 's ochtends wakker wordt, denk ik, nou kom, we gaan eens even een verzoekje bij andere rechten indienen, mensen afluisteren. Dat gaat natuurlijk wel om serieuzere vermoedens. Ja. Verdenkingen van strafbare feiten. Maar dit is dan wel een hele knappe club. Want het feit dat ze hier allemaal binnenkomen bij die Amerikanen, dat zegt dus heel veel. Dat wilde ik zeggen. Want je zei eerder, als het gaat misschien om routers van Cisco. Ja, dat wordt nu onderzocht. Cisco zegt, we weten van niks. Dus even voordat ze maar als daar dus worden. Inderdaad hackbare software in zit, in die routers. Joh, half Amerika gebruikt Cisco routers. Dat is nogal wat. Ja, dat zou echt heel groot zijn. Hè? Dus waar we vorige week spraken over hier de politie en alles wat erbij komt kijken aan rechters en OM en noem het maar op. Nou. Als het zo heftig zou zijn, dan gaat het om heel veel gegevens. Kan je natuurlijk wel als hackgroep, zeker omdat het vermoeden is dat deze club toch wel aan de Chinese overheid is gelieerd. Dan heeft de Chinese overheid natuurlijk allerlei informatie waar ze mee kunnen beïnvloeden. Ja, ja, ja. Komen verkiezingen aan. Dus het is best pittig. Het is niet fijn. Nee. Dankjewel. Terrorist van BDO Legal, Menno Wij.